In deze Topdocs Top 3 over ongelukken zijn Rachel en Albert in shock. Een heftig ongeluk met een bus. Maar eerst reddingsactie uit het puin. Het lijkt een beetje alsof hier een enorm gebouw is ingestort of zo, maar dat is gelukkig niet zo. Nee, want dit is een speciaal trainingsgebied waar ze trainen om mensen onder het puin vandaan te halen. Ja, en het leuke is dat ik vandaag ook iemand ga redden. Jou om precies te zijn. Uh-huh. Dus jij mag even een mooi plekje gaan vinden onder het puin. Okay. Dan moet je even wachten, want ik kom jou redden, maar dat doe ik niet alleen. En ik moet dus... Oké. Okay. Oh. Als bij een ramp mensen vermist raken, worden vaak honden gebruikt om ze te zoeken. Dit zijn Floris en Bertje. Zij worden door Frans getraind om mensen onder het puin vandaan te halen. Wat is Floris voor hond? Dit is een Hollandse herder. Zijn die altijd geschikt voor dit soort werk? In principe is bijna elk hond wel geschikt voor een reddingshond. Ja? Maar er moet wel een beetje pit in zitten. Hij moet willen werken. En hij moet gek zijn op een speeltje. De trainers beginnen met het opleiden van de hulphonden als ze 8 weken oud zijn. Ze gebruiken daarvoor een speeltje. En de honden doen daar alles voor. Waar het speeltje gaat, gaat de kop van de hond. Let maar op. Oh, wow. Als jij zo het speeltje pakt, neem je hem zo mee. Laag. Wow! Floris! Ja, heb je? Oh, hij is sterk! Oh, hij loost het niet aan mij. Maar je legde net uit dat het speeltje zo ontzettend belangrijk is voor die trainer. Wat ben je nou? Ik ben hier. Valt toch wel op, hoop ik? Sorry. Ja, ik word helemaal gedesoriënteerd door die hond. Wow! Ja, lekker bezig, Rachel. Laten we eens kijken hoe het met Albert gaat. Nou, dit is de plek waar ik dus verstopt ga worden. Jullie gaan mij bedekken met stenen, hè, zodat het echt heel moeilijk wordt voor die hond. Komt goed. En we gaan gewoon kijken of ze me vinden. Ah, wow, dit is echt wel krap, jongens. Oké. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, breng je ga goed naar achteren. Okay. En dan ga je helemaal inbouwen. Ik zit hier inmiddels in mijn hol. Het wordt helemaal dichtgebouwd aan de uitgang. Oh, het speeltje nog. Oh ja, ja, komt eraan. Voor de hond. Albert krijgt het speeltje waar de hond zo gek op is. De hond heeft geleerd dat hij zijn speeltje kan vinden bij iemand onder het puin. En dus wil de hond straks heel graag naar Albert op zoek. Maar dat leert de hond stapje voor stapje. Eerst lekker makkelijk op het grasveld. Rennen, Rachel! Oké, speeltje moet ik weghalen. De hulpverlener leert de hond om te blijven blaffen, zodat ze kunnen horen waar de hond iemand gevonden heeft. Oh, goed zo, Floris! Braaf! Ja, goed zo! Braaf! Ik heb nog nooit een hond gezien die zo graag zijn speeltje wil hebben. De volgende stap is dat iemand op het puin gaat staan, dan tussen het puin en zich uiteindelijk onder het puin verstopt. En steeds krijgt de hond als beloning zijn speeltje. Je maakt het steeds moeilijker, maar je koppelt alle oefeningen aan het speeltje. Ik heb het speeltje bij me van de hond, waar die nou op zoek is. Als je nou echt een slachtoffer bent van een ramp, dan heb je natuurlijk niet dat speeltje bij je. Maar de hond denkt dat je het wel bij je hebt, want zo is die getraind. En dan krijgt de hond hem gewoon, als het slachtoffer gevonden is, van zijn eigen baasje. Albert die ligt inmiddels al, denk ik, nu 3,5 uur onder het puin. Misschien is het tijd om hem, om hem te bevrijden. Stel je nou voor dat je echt hier onder het puin zou zitten, dan is er een regel van 3. Je kunt maar 3 minuten zonder zuurstof. En je kunt maar 3 dagen zonder water. En je kunt maar 3 weken zonder eten. Mits je wel water hebt trouwens. Dit is Henk, de hondengeleider. En dit is de echte held, Bertje. En Bertje die gaat Albert redden, als het goed is. Tenminste, hij denkt dat hij zijn speeltje gaat redden. Maar hij gaat natuurlijk Albert redden. Zo. Wat doet hij nou? Kom maar, goed zo, man. Goed zo. Keurig, vent. Goed zo. Hallo? Ja, hallo. Oh, dat is Albert niet. Verkeerde gevonden. We gaan nog even door. De sterkste daar. Nou, ik lig hier al een heel poos te wachten. Daar is de opening. Waar hopelijk straks Rachel met de hond mij komen redden. En ik hoop gewoon dat die hond mij vindt. Want ik lig hier best wel diep onder de grond in een soort put.
Ja, ik hoor een hond. Albert! Ik ben erin! Albert! Help! Hallo, is daar iemand? Ja, hier! Oh, wow, die komt hier! Hallo! Keurig zo, man. Keurig. Wow. Goed gedaan, man. Keurig, hoor. Albert, ik kom eraan om je te redden. Nou, lekker op tijd. Ach, ik loop niet te zeuren. Hier, geef me een hand. Mijn hoofd past er niet eens tussen. Ja, nou, dan laat ik je lekker zitten. Ja, kan ik er niet doorheen? Nee, je hebt echt een te dik hoofd om hier tussen te passen. Wow. Het was ook best spannend, maar hij rook je. Hij ging direct op zijn doel af. Ja, en ik hoorde hem boven mij zo de stenen verplaatsen en hij werd helemaal gek. Ik dacht, hier zit hij. Ja. Kom op me af, jongen. Maar jij vindt honden niet heel chill, toch? Nou, hij komt gewoon zo'n enorm kwijlende kop zo door dat gat en recht op je af. Ja. Vind ik best wel spannend ook. Ja. Maar hij, dankzij hem leef je nog. Ja, echt wel cool, hoor. Ja. Een heftig ongeluk met een bus. Ambulancepersoneel moet overal op voorbereid zijn. Ja, want stel je voor dat er ineens een noodgeval is of zelfs een mogelijk terroristische aanval. Dan moet je binnen no time kunnen handelen. Maar ja, hoe oefen je nou zoiets? Nou, door het zo echt mogelijk na te spelen. Wow! Wil! 112! Wil 112! 112! Maar wat ging hier nou aan vooraf? Voordat een ambulanceteam kan beginnen met een grote oefening zoals deze, wordt er heel wat voorbereid. Zoals alle verwondingen van de slachtoffers. Het ziet er zo pijnlijk uit al. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Vertel. Ja, ik ben gevallen. Ik ben wegrennen, ben gevallen. Aan de zijkant van mijn gezicht. En dan is hem opengeschraapt. Dit is echt een nare schaafwond. Alle wonden moeten zo echt mogelijk lijken. En dan is dit nog maar een kleintje vergeleken met dit slachtoffer. Wat? Oh, wat ben jij aan het doen? Wat heftig. Huh? Dit is gemaakt van lijmpistool. Heel veel nagellak. Maar wat moet het voorstellen? Ja, dit zijn traumatisch geamputeerde stompen. Afgerukte benen. Afgerukt. En met al deze slachtofferacteurs gaat dit ambulanceteam vandaag aan de slag. En Rachel en Albert doen met ze mee. Wij oefenen vandaag mee met het ambulancepersoneel. En als je dan denkt, wat zijn ze nou aan het aantrekken? Dit is omdat het nu nog onduidelijk is of die buschauffeur nou kwaad in de zin had of niet. En of er misschien nog ander gevaar dreigt. Daarom moeten wij kogelberende vesten aan. Een kogelberend vest is helemaal zo gek nog niet. Want er zitten allemaal spulletjes in waarmee je noodhulp kan verlenen. Oké, helm op en we gaan. Kom. Bij deze oefening is een bus een winkelcentrum ingereden. Er zijn slachtoffers in de bus en in het winkelcentrum. 3608. 3608, wilt u gaan naar het winkelcentrum Leukemse West, waar een passagiersbus de tegel is ingereden? De politie is er als eerste. Zij geven meteen door aan de meldkamer wat ze aantreffen. Meldkamer, dit is de 3608. Er was een bus in de pui gereden, 2 slachtoffers buiten, 2 slachtoffers binnen, rookontwikkeling, ambulance hier graag. De politie weet nog niet of dit een ongeluk was of dat de buschauffeur met opzet het gebouw inreed. Dus zijn alle hulpdiensten extra voorzichtig. De bus is hier ingereden op het pand. Er zijn 5 slachtoffers, wat nu bekend is in ieder geval. De collega is bezig daar al met de afzetting te maken. Ja, is het veilig? Op dit moment is dit het veilig gebied in ieder geval, dat weten we nu zeker. Duidelijk. Die kant op nog niet. Duidelijk, als het veilig is gaan we aan de slag. Hallo. Ambulance dienst. Goeiedag, goed voor de zorgen. De ambulancedienst kijkt meteen of er slachtoffers met levensbedreigende wonden zijn. Die worden als eerste geholpen. Zoals deze man die door zijn beenwond veel bloed verliest. Wil jij het afdruk overnemen? Ja, 1-2. Gewoon blijven vasthouden. Ik pak nog een extra verband en dan kunnen we het verbinden en dan kan die man de bus uit. En wat is het voor een verband dat je nu aanlegt? Dit is een traumaverband. Dat zorgt eigenlijk dat je druk geeft op de bloeding en dat hij stopt met bloeden. En wat kan je nu al zeggen over de verwondingen van deze man? Deze man die heeft een bloeding, slagadelijke bloeding in de lies. Oh, oké. Okay, ja. Als je daar niks aan doet, dan is dat binnen 3 minuten fataal. Binnen 3 minuten? Ja. Hoi, ik ben Mark. Ik ben hier om te helpen. Oké. Okay. Ik ga nu uit de bus halen. Vertel, kun je goed ademen? Omdat er sprake is van een dreiging en ze niet precies weten hoe reëel die dreiging nog is, wordt het gebied rondom het ongeval in 2 zones verdeeld. De warme zone en de koude zone. En de warme zone, dat is eigenlijk de zone waar nog eventueel sprake is van de dreiging. En de koude zone is de plek waar hulpverleners gewoon veilig hun werk kunnen doen. En
Daarom is het belangrijk dat die hulpverleners zo snel mogelijk van de warme zone in de koude zone komen waar de ambulance staat. Kunnen we lopen, denk je? Denk we gaan inpakken wegwezen. Kom maar. We gaan naar de koude zone. Inmiddels heeft de politie begrepen wat er is gebeurd. Ik heb net gesproken met de buschauffeur. Ja. Ik heb even gevraagd wat er nou precies gebeurd is. Hij heeft aan mij verklaard dat hij niet lekker is geworden. Hij is onwel geworden. Okay. Dat er geen opzet in het spel is. Dus, prima. Dan hij heeft gewoon een blackout gekregen. Nu duidelijk is dat het een ongeluk was, wordt de warme zone opgeheven. En de laatste patiënt is de ambulance in. Echt dit, hè? Ja, best wel, ja. Maar goed, het is wel een oefening. Maar het is best wel belangrijk dat het natuurlijk ook echt wel zo reëel mogelijk is. Want ze moeten wel goed kunnen oefenen. Ja. Rachel en Albert in shock. Albert! Nou ja, je ziet eruit als een lijk. Ja, dat is ook de bedoeling. Jij schrikt heel erg. Maar je lijf kan ook helemaal geschrokken zijn. Bijvoorbeeld als je een heel erg ongeluk hebt gehad. En dan raak je in shock. Levensgevaarlijke toestand. En dan moet de ambulance zo snel mogelijk ingrijpen. En wij doen mee aan de oefening vanmiddag. Wij? Ja. Ik ook? Ja. Dit zijn de ambulanceverpleegkundigen. En om goed voorbereid te zijn op de behandeling van slachtoffers met bijvoorbeeld een shock, staan er regelmatig oefeningen op de agenda. En Rachel en Albert acteren deze oefening mee. Ze spelen de rol van slachtoffer. En deze oefening begint met een flinke knal. Nou, dit dak is dus duidelijk net ingestort. En wij zijn de slachtoffers. Dat zie je ook wel. Ja, we zijn helemaal verwond. Dat is gewoon nep, hoor. Maar ja, wij zitten dus vast onder dit puin, bekneld. En dan maar hopen dat de ambulance ons komt redden. Oké, okay, waar wil je me hebben? Hier ergens. Dan ga ik jou bedekken onder het puin. Zo, hallo. En je bent in jouw lijf aan het bloeden, Rachel. Oké. Okay. In jouw lijf heb je grote bloeding. Ja. Waardoor jij in shock bent geraakt. Oké, okay, dus waardoor je een hele hoge hartslag hebt. Ja. Je hart probeert het bloed dat je nog wel hebt alleen maar naar de organen te sturen waar het echt nodig is. Dus je huid is helemaal bleek, daar gaat bijna geen bloed meer naartoe. Je buik gaat ook bijna geen bloed meer naartoe. Je armen, je benen niet, je spieren niet. Alleen maar je hersenen, je hart en je longen. Die zijn nog aan het werk. Je hebt dus echt het gevoel dat je bijna doodgaat. En ik leg je arm nog eventjes een beetje gek neer alsof die is gebroken. Zo. Auw, Albert, hij hoeft niet echt te breken. Ik spuit je nog een beetje nat trouwens. Oh, want echt? Bij, ja, oké, okay, genoeg. Want bij je in shock zijn hoort ook dat je het helemaal een soort van angstzweet over je gezicht krijgt. Oké, okay, genoeg zweet. Nu moet ik er nog onder. Oh, ik ga dood. Ik zie het tunnel. Ik zie het licht al. Blijf weg van het licht. Blijf weg van het licht. Rachel, je hebt echt veel te veel praatjes van iemand die bijna doodgaat. Ik hoor ze. Oké, okay, wat was het nou? Rillen? Ja, rillen, koud, snel ademhalen. Oh ja. En verward. Verward. Voor mij alvast een onderbieden met 15 liter. Hallo, een onderbieden met 15 liter komt eraan. Ik ben Mark. We zijn hier om u te helpen. U krijgt even wat zuurstof op uw neus. Dat maakt het ademen een stukje makkelijker. De ambulanceverpleegkundigen moeten snel handelen, want als er te weinig bloed in bepaalde lichaamsdelen komt, komt daar ook te weinig zuurstof. Dus elke seconde telt. Je ziet het, dat Rachel nu een kapje op haar hoofd heeft waar zuurstof erheen stroomt. Daardoor wordt het ademen wat makkelijker voor haar. Ze krijgt vocht via een infuus, zodat ze wat meer bloed heeft om rond te pompen. En in dat vocht doen ze ook een middel waardoor het bloeden wordt gestopt, want ze hebben een harde buik gevoeld. Dus waarschijnlijk is daar ergens, zonder dat we het zien, aan het bloeden in haar buik. En dat middel helpt om de wond in die buik dicht te laten blijven. En ze krijgt dus ook pijnstilling, want je kunt je voorstellen dat als je ergens in je buik bloedt en je hebt zoveel puin op je gekregen, dat je hartstikke veel pijn hebt. Hey, waar heb je de meeste pijn nu? Mijn benen. Je benen, hè? Kijk, kun je mond even openen? Ja, oké. Okay. Je hebt geen last met je ademhaling? Nee. U krijgt even een kapje op uw neus. Dan krijgt u extra zuurstof. De brandweer is gewaarschuwd, hè? Omdat Rachel en Albert bekneld zitten, moet de brandweer hen bevrijden. Maar daar wachten de ambulanceverpleegkundigen niet op. Ze doen meteen wat kan om de schade te beperken. Hey, als je die pijn een rapportcijfer moet geven, en 0 is helemaal geen pijn en 10 is de meest erge pijn, welk cijfer geef je die pijn? Een 9. Een 9, dus dat is heel veel, hè? Ja. Dan gaan we wat aan doen. Ik ga zo een infuus prikken in je arm. Dan krijg je een prikje. Ja. En daar doorheen krijg je wat pijnstilling van mij. Oh. Ja? Hey, man, en daar is de brandweer. Hey, mijn naam is Peter. Ja. Je bent 2 slachtoffers. Bekneld onder een instortend dak. Ja. Alle 2 kritiek. Ja. Dus we willen ze zo snel mogelijk onder vandaan. 1, 2 en 3. Oké. Okay.
Ja. Benen zitten vast. Oké, dankjewel Peter. Iedereen klaar? Ja. Op drie. 1, 2, 3. Benen los. Ja. Je mag op voor elkaar. Ja. Dus op. Ja. Oké. En neer. Nou jongens, dit was een Oscar waardig optreden van jullie. Was ik al een beetje overtuigende slachtoffer? Ja, echt hè? Jullie geloofden het bijna echt. Oké, hop, naar het ziekenhuis. We gaan snel die kant op. Oké. Wat is die dramatisch hè, die Elmer. Nou hé, echt bizar om mee te maken dit. Zoveel reddende engelen om me heen. Zullen we? Ja, dat zie ik uit maar, hè? Ja. Let's go. Dit was misschien een wat ongelukkige top 3. Klik door voor nog meer topdocs.